Onze eerste uitstap is een bezoek aan de steengroeven, kort bij Ouagadougou. Hier werken meer dan 3000 mensen, vrouwen en mannen, jong en oud, die allemaal bezig zijn met het kapotkloppen van rotsblokken, om ze te verkleinen en te verwerken tot bouwmateriaal. Men zou het slavenwerk kunnen noemen. 30 jaar geleden zijn we begonnen. Ja. Dus ga niet even. Zeebak te naar woon worden. Ja, maar ik ben er wel. 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 Ik